Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I Am Weather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op IAmWeather.com Goedendag, exact een jaar geleden zaten we midden in de warmste juni maand ooit. Met volop zonneschijn en temperaturen in de beeld vaak tussen de 25 en 30 graden. En dat zorgde voor volle stranden en hoe anders is dat beeld dit jaar tot nu toe. De eerste twee weken van juni verliepen toch wel bijzonder koel. Cool. Sinds 2005 was het niet zo koel cool en de stranden bleven ook vaak leeg. Er stond veel wind en de zon ja, die was vaak toch wel de grote afwezige. Maar ik heb goede hoop dat dat gaat veranderen. Maar voor het zover is, moeten we eerst nog naar komende week kijken. En ik moet er gelijk bij zeggen dat zomerwarmte niet behoorlijk ver van ons land vandaan ligt. Dit is de temperatuur op 1500 meter hoogte. En dan zien we dat de komende week warme lucht over Centraal-Europa richting het noorden getransporteerd wordt. Maar dat wij net buiten de boot gaan vallen komende week. Hier zien we het gebeuren. Temperatuur op 1500 meter hoogte die zomaar naar 20, lokaal zelfs even 25 graden gaan. En de vuistregel in dit jaar getij is dat je daar makkelijk 10 tot 15 graden mag bovenop mag tellen om aan de temperatuur aan de grond te komen. Dan kom je zomaar eens tussen de 30 en 40 graden uit in Centraal- en Oost-Europa, ook in Italië of in Kroatië. Behoorlijke hitte daar, maar bij ons is dus niet, niets van het alles. We liggen vaak op het scheidingsvlak en op het scheidingsvlak zullen ook vaak buien ontstaan. En in de temperatuurafwijking zien we die verschillen tussen zuidoost en noord-Europa en met onze omgeving toch wel goed terug. Over het algemeen overwegen de rode kleuren, maar bij ons dus niet. Bij ons dus opnieuw weer witte tot blauwe tinten. Temperaturen rond of zelfs weer iets onder de norm, eigenlijk wat we de laatste twee weken dus ook al hadden. En daarbij valt dus ook geregeld veel regen, want dat scheidingsvlak ligt dus in de buurt en daarop zullen dus dagelijks makkelijk buien kunnen ontstaan. Maar als we een week later kijken, dan zien we toch echt wel een trendbreuk. Het is echt wel even heel ander weer wat we waarschijnlijk gaan krijgen in de laatste week van juni. We zien namelijk dat de hoge druk-invloeden bij ons toe gaan nemen. En dat is toch wel even geleden. Dan zouden we zomaar een keer een volle week onder een hoge drukgebied kunnen komen liggen. Dan is het ook een behoorlijk stuk droger dan normaal. En ook dat is echt wel heel lang geleden. En ook de temperatuur lijkt toch wel wat te gaan klimmen. En komt rond de norm of iets boven de norm voor eind juni uit. En dan moeten we toch wel rekening houden met temperaturen die overdag makkelijk naar 22 tot zelfs 25 graden gaan. En dan kunnen we toch echt wel spreken van misschien wel mooi zomerweer. Maar in de pluim zien we ook op die termijn. Dan moeten we echt naar zaterdag en zondag volgende week kijken. Dat er wel behoorlijk wat spreiding in de pluim zit. Dus het is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Maar wat wel, wat mij in ieder geval echt wel positief zint. zijn die grote zaagtanden die we op de lange termijn zien. Dat duidt namelijk op behoorlijk wat in- en uitstralingsweer. En dat kan alleen onder een hoge drukgebied. Overdag behoorlijke instraling van de zon. Dus een sterk oplopende temperatuur. En s'avonds. Duikt de temperatuur weer naar beneden, met uitstraling met een heldere hemel erboven. Dus er zijn echt wel positieve signalen voor eind deze maand. Maar als we naar jullie kijken, heb ik helaas weer wat slechter nieuws. Hoewel de signalen zoals gebruikelijk op de derde week van de 30-daagse allemaal wat vager worden, zien we dat dat hoge drukgebied waar we eerst nog mee te maken hadden, wat meer richting Groenland en IJsland trekt. De wind komt dan weer wat meer uit noord- tot noordoostelijke richtingen. En dan is het ook gelijk weer een stukje koeler bij ons. En ook in de laatste week is dat het geval. Dat hoogdrukgebied lijkt zo min of meer daar in die hoek te willen nestelen. En dan is de stroming bij ons ergens tussen het oosten en het noorden. En over het algemeen is dat toch een iets koelere hoek in dit jaar getij. Toch vind ik de afwijking niet heel schokkend. We zitten zo rond of iets onder de norm voor begin juli... En dat betekent toch vaak temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Ik moet er wel bij zeggen: het is nog een ver weg. En de onzekerheid is natuurlijk op deze termijn nog behoorlijk groot. Het kan zomaar volgende week weer anders zijn. Goed, kort samengevat: we zien toenemende hoge druk-invloed vanaf volgende week. Dat is echt een trendbreuk. Het is daarbij ook een stuk droger en waarschijnlijk zonniger weer. Temperaturen vrij aangenaam, 20 tot 25 graden waarschijnlijk in die tweede week van de 30-daagse. Maar. Vanaf juli, als juli weer begint, zien we helaas toch weer de terugkeer van een noord tot noordoostenwinden. Over het algemeen is dat een relatief koele hoek. Maar goed, de onzekerheid is nog groot en wie weet dat het tegen die, tegen die tijd ook nog mooi gaat veranderen, ik wens u een fijn weekend.